Goedenavond dames en heren. Welkom bij weer een gloednieuwe video van Road to Pokémon Meester. Vandaag gaan we het tweede deel openmaken van de Shining Fates Elite Trainer Box. En als deze ook maar een beetje in de buurt komt van het vorige deel, dan wordt het een hele vette video. Want in het vorige deel hebben we zoveel spetterende kaarten gepakt. Dus heb je die nog niet gezien, check die dan zeker nog even. Voordat we gaan beginnen, ik had natuurlijk al gezegd dat we op jacht gaan naar die Shiny Charizard VMAX. Maar ik ben één iets heel belangrijks vergeten. Er zijn namelijk nog twee kaarten die we zeker moeten pakken. En dat zijn natuurlijk de shiny preivogels. Hier hebben ze de Surfaced en de shiny Galarian Farfetch'd. Ik vind deze denk ik het vetst. Dus ik hoop dat we die nog gaan pakken. En nu hebben we dan weer genoeg gezeverd. We gaan lekker beginnen. We gaan de 5 pakketjes erbij pakken die we nog open hebben. Vorige week dus ook 5 opengemaakt en er zitten hier nog 5 in. Even kijken. 1, 2, 3, 4 en nummertje 5. Hebben we hier. En dan gaan we snel beginnen met openmaken. Let's go! En we gaan meteen beginnen met het allereerste pakketje. Ja jongens, afgelopen zaterdag bestond Pokémon 25 jaar. Dus Pokémon... Gefeliciteerd hè! En ze hebben toen hele vette dingen aangekondigd. Er komt namelijk een remake van Pokémon Diamond en Pearl. En deze heet Pokémon Brilliant Diamond en Shining Pearl. Wel echt heel erg vet. Hier alvast de codecard voor jullie. Ja, en dit is dus een remake van de Pokémon Diamond en Pearl series. En die remake, die komt uit op de Nintendo Switch. Ik zou hem op zich wel heel graag willen spelen, want het lijkt me wel echt vet. Ik heb Pokémon Diamond, de originele versie, vroeger ook gespeeld toen ik nog een klein jongetje was. Alleen ik heb helaas geen Switch. En zo'n Switch die kost toch wel wat knaken, jongens. Dat is bijna 400 euro. En vroeger had je die games gewoon op de Nintendo DS. Dat was tenminste nog betaalbaar, dus dat is wel jammer. Even kijken, hebben we een Ballguy. Dan een Twacky. Cramorant. Hebben we de Shinx. Rowlet. Ja jongens, in de vorige video hadden we in ons eerste pakketje meteen de grootste knallen van de video. Gaat het nu ook weer zo zijn? Eevee. Dan hebben we de Morpeko. Buizel. Oeh, we hebben geen shiny in ieder geval, denk ik. We hebben een Cubant en dan... Oeh, oh hier, wel onze eerste holo van deze set. Een Decidueye. Holos die hebben we helemaal niet gehad vorige video, dus dat is wel weer leuk. Toch een mooie Decidueye meegepakt. En er is nog een game die Pokémon heeft aangekondigd. Namelijk Pokémon Legends Arceus. Dit is een soort open world Pokémon spel. En daar is echt altijd heel veel vraag naar geweest. En dat kan ook wel echt heel erg vet worden. Dus daar ben ik super benieuwd naar. Maar die komt pas redelijk laat. Pas in 2022. En dan in de vorige video had ik natuurlijk gezegd dat we dit pakketje gingen weggeven. En jullie hebben massaal gereageerd. Heel veel mensen die meededen. Allemaal leuke comments. Ik ben jullie echt super dankbaar daarvoor. Maar wie heeft hem gewonnen? Tromgeroffel. En jullie vinden de winnaar in de beschrijving hier beneden. Dus gefeliciteerd voor degene die gewonnen heeft. Dit pakketje gaat jouw kant op komen. Stuur even een mailtje naar het adres in de beschrijving. En dan gaat alles geregeld worden. En helaas voor alle andere mensen, maar niet getreurd, want we gaan nog iets weggeven. Ik ga namelijk deze 3 promokaarten weggeven. Dat ga ik niet hier doen, maar op Instagram. Dus zorg dat je mij volgt. En daar staat een post online met deze 3 kaarten erin. En daar staat bij wat je moet doen om mee te doen. Ik wil heel graag de 100 volgers halen op Instagram. Dus ga met z'n allen die kant op. En dan heb je deze 3 vette Sun & Moon promo kaarten. En die komen ook nog eens in de nieuwe Eevee sleeves. Die we hebben gekregen bij deze ETB natuurlijk. Succes alvast iedereen bij de nieuwe giveaway. En dan gaan we nu lekker door met het volgende pakketje. We gaan gewoon een Charizard pakketje doen. Even kijken of we weer een klappertje kunnen pakken. Want er zitten zoveel klappers in deze set. Ja, en ik zei al, Pokémon bestaat 25 jaar. En daar zijn ook heel veel acties mee. Onder andere McDonald's heeft promokaarten. Die je bij een Happy Meal krijgt. Alleen dit is voor nu alleen nog in Amerika. Ook bij een of ander cornflakesbedrijf kun je in de pakken promokaarten krijgen. Of ja, Pokémonkaarten. Gewoon speciale Pokémonkaarten. En dat is ook alleen in Amerika. Maar iets wat wel leuk is, wat ze ook hier hebben, dat is een samenwerking met Levi's, een kledingmerk. En die hebben ook een aparte Pokémon-lijn. Dus dat is wel vet om even te checken. Ze hebben wel heel erg leuk spul erbij zitten. Goed, dan gaan we nu verder met pakketje nummer 2. We beginnen met een Lightning Energy. We hebben een Rusted Sword. Dan de Eldegoss. Dartrix. Spinarak. Volgens weer die Buizel. Rowlet. Trappings. Er komt nu denk ik de Reverse Holo. Oeh nee, we hebben eerst nog een Snom met zijn billengezichtje, jawel. Oeh, ja, meteen een shiny weer. Of niet meteen, het tweede pakketje, maar wel een hele vette, die Dracovish. En ik heb al aangegeven dat ik deze Pokémon een van de vettere nieuwe Pokémons vind. En die hebben we nu gewoon in de shiny versie. Ik vind hem mooi jongens. Heel erg gaaf, hele mooie kaart. En ja, jullie weten het, we kunnen een dubbele hit krijgen. Oeh nee, Volcanion. Volgens mij heb ik die nog niet, dus dat is wel leuk. Maar dit is een normale rare, geen holo, maar wel deze Dracovish shiny kaart. Deze is al vet hoor, hier ben ik heel blij mee.
leuke Pokémon en ook nog eens in een shiny versie. Ja, dat is gewoon winnen. En dan kunnen we dit geluk meenemen naar de rest. Ik ga dit Charizard pakketje voor het laatst bewaren, dus we gaan verder met dit pakketje. Ja, jongens, we hebben nog steeds die avondklok. Gelukkig komen er wel weer wat versoepelingen. Onder andere mag ik weer sporten, want mensen tot 27 jaar die mogen weer in groepsverband gaan sporten. Dus ik kan weer lekker gaan hockeyen. Maar de avondklok is er dus nog wel, al moet ik zeggen dat ik echt nog nooit politie buiten heb gezien toen na 9 uur. Ik moet af en toe wel eens werken. En dan moet ik ook wel eens werken tot na 9 uur. En als ik dan terugrij, ik ben nog nooit aangehouden of iets dergelijks. Ik heb überhaupt nog nooit politie gezien. Ja, jullie weten wat ze zeggen over de politie, hè? Liever een zus als hoer, dan een smeris als broer. En daar gaan we. We beginnen met de Fighting Energy. We hebben de Rotom. Dan weer de Rusted Sword. Eldegoss. Nickit. We hebben de Cacnea. Q-Fant. Eevee, dan hebben we de Buizel. Weer, dit is al de derde keer dat we die Buizel hebben. Die lekker ligt te chillen. Aan het strand, even kijken. Of aan de haven. 1, 2. Ah, nee, we hebben Rusted Sword. Die hebben we ook al 80 keer. Dat is wel jammer, omdat het de normale kaarten een redelijk kleine set is. Ga je die heel veel dubbel krijgen. Maar goed, we kunnen nog een klappertje hierachter. Oeh, de Zaroot, een van de nieuwere Pokémon. Had ik nog niet, dus dat is lekker. Maar wel weer een normal rare. Dat moeten we niet hebben natuurlijk. We hebben nu twee pakketjes gehad waar eigenlijk niks in zit. Dat ben ik toch niet gewend inmiddels van Shining Fates met alle pools. We hebben nog maar twee pakketjes over. We gaan echt hard. En dan gaan we verder met het ene laatste pakketje alweer. Kijken of we hier dan nog een klappertje uit kunnen pakken. Ja, de vorige keer zijn we wel echt verwend hoor jongens. We hebben zoveel pools doen gekregen. Niet normaal. Hier de codecard voor jullie. Zit je nou lekker te genieten van deze video? Geef dan verklets op die like knop. En als je nog niet geabonneerd bent, doe dat dan zeker nog even. Daar heb je mij weer mee. Gaan we verder met een Water Energy. Hey, hebben we Floatzel, de evolutie van de Buizel die we al 3 keer hebben gepakt. Dan de Luxio. Rusted Sword. Weer. Q-Fant. Die achtergrond van die Q-Fant is ook wel heel leuk. Mooi kaartje. En dan hebben we een Grookie. Volgens mij weer. Nee, dit is ongelooflijk, jongens. Dit is ongelooflijk. Weer die Buizel. We hebben nu in alle pakketjes die Buizel gehad. Dan Janma. Hebben we de Trapinch en dan... Oh ja, de eerste Amazing Rare. Die moesten we nog krijgen. En we hebben meteen de vetste. Ik weet niet waarom, maar ik krijg altijd degene die ik wil tot nu toe van de Amazing Rares. We hebben de Kyogre. Ja, toch wel een van mijn favoriete Amazing Rares tot nu toe. En deze ziet er ook wel heel erg bruut uit. Dus hier ben ik echt super blij mee. Oh wacht, we moeten nog niet te gek gaan, want er kan hier ook nog iets achter zitten. Oeh, nee, we hebben deze hebben we ook al. Jammer, maar holy moly. Deze ETB is nu echt al helemaal compleet. We hebben bijna alles wat we erin moeten krijgen. We missen alleen nog een Shiny V of V-Max kaart. Maar verder hebben we gewoon alles. En deze Kyogre, moet je eens kijken. Wat een gave Pokémon. Deze kan mooi aan mijn Amazing Rare collectie toegevoegd worden. En deze gaan we uiteraard weer opbergen in een sleeve. Zodat hij veilig blijft. Van allemaal schade. Even kijken, hier is hij dan. En natuurlijk zit hij in zo'n nieuwe sleeve. Ik ben hier echt fan van. De kwaliteit voelt gewoon veel beter. Dus nu blijven de kaartjes in nog een betere staat. Kijk, dit is mooi. Dit is mooi. De opening is nu weer geslaagd. En we hebben nog één pakketje. Het Charizard pakketje. Zou hier dan die Shiny Charizard VMAX in zitten? We gaan het zien. En hier nog wat gratis Pokémon kaartjes voor jullie. En dan gaan we dan alweer. Het laatste pakketje. Oh, wat jammer dat hier weer een einde aan komt. Want deze set is zo leuk om open te maken. We hebben een Lightning Energy. Gelukkig heb ik nog meer producten. Rusted Shield. Dan een Rotom. We hebben de Cramorant, de Cacnea, dan de Tuttle die weer lekker aan het hangen is, leuke Pokémon. Hebben we de Spinarak, dan een Q-Fant, hebben we de Gossifleur en volgens mij komt nu de Reverse Holo. Kunnen we nog iets zieks pakken? Oh, als dat toch lukt, dan is dit echt ongelooflijk, deze box. Oeh, nee, we hebben in ieder geval geen Shiny, denk ik. Volgens mij kun je in de laatste spot geen Shiny krijgen. We hebben een Floatzel Reverse Holo, maar wat zit hierachter? Kunnen we het met de klapper eindigen? Last pack. Magic! Oeh, nee, hey, dit is wat we toevallig 2 keer achter elkaar. Helaas, we hebben 2 keer de Yangma gepakt. De opening is dus iets minder succesvol dan de vorige, maar alsnog 2 hele leuke kaarten gepakt die ik nu aan jullie ga laten zien. Dit was hem dan, de Shining Fates Elite Trainer Box. Wat hebben we veel zieke kaarten gepoeld in het eerste deel, iets meer dan het tweede. Maar nu ook weer 2 hele vette kaarten. We hebben natuurlijk de Dracovish, de Shiny Dracovish moet ik zeggen. Hele leuke Pokémon en een hele toffe kaart. En de Kyogre Amazing Rare. Nog zo'n prachtig exemplaar. Ik ben er heel blij mee. En als je bekijkt naar die hele ETB die we open hebben gemaakt, meer dan het geld waard. Echt fantastische kaarten uitgehaald. Ik ben heel blij met deze set. Vond je dit nou leuk en wil je meer Shining Fates zien? Geef dan even een klets op die like knop. En ben je nog niet geabonneerd en hou je van Pokémon? Doe dan zeker nog even. Vergeet ook niet om mijn Instagram te checken als je mee wil doen aan de giveaway van die 3 promo kaarten. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken en hopelijk zie ik jullie volgende week weer. Houdoe!